Hallo kijkers, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. We gaan nu verder waar we de vorige keer geëindigd zijn. Vorige keer zijn we net hier geëindigd, we vonden deze village. En ik vraag me af of we hier wat leuke dingen vinden. Een kist. We gaan even stelen van de villagers. Nog wat pumpkins die ik misschien kan meenemen. Omdat ze wel nog best wel, hier kan je nog best gemakkelijk emeralds krijgen gewoon. Voor 10 klei voor een emerald. Ah, leer heb ik wel nodig voor voor mijn boekenkasten. Dus wel handig. Bedankt voor de leer. Oei. Dat ziet er niet goed uit voor de. Wat? Oh, dat was gewoon die pestjes. Ik wou er even een screenshot van nemen. Ja, een screenshot is ondertussen wel gelukt. Hij heeft wel veel pompoenen. Is voor hem misschien al Halloween of zo. Oh, er heeft zelfs een Jack-o'-lantern. Oei, zijn dek is al in brand. Kan ik misschien met iemand helpen? Ik ga je helpen, villagers. Ik heb jullie misschien al jullie pompoenen en zo gestolen, maar ik ga even al je dek blussen. Ook al. Is het ook gevaarlijk voor mij, aangezien ik kan doodgaan door al het vuur. Ik doe gewoon dit weg, zo, dan gaat het automatisch verdwijnen. Zijn we hier al geweest? Ik denk het niet. Oh ja, we zijn wel er geweest, dat is gewoon met dat één huisje. Hier gaan we weer niet. Oh, dat is zo'n pumpkin pie. Ik heb nog nooit echt pumpkin pie gemaakt in Minecraft. Ik weet niet eens hoeveel het food daarbij extra krijgt, maar ik hoop dat het wel best veel zal zijn. Ik denk misschien, ja, toch wel minstens 4, ik hoop op 5 of zo. Ik heb ook nog de coördinaten, als het goed is, of ja, ik kan nog nu even F3 voor de zekerheid inhouden. Dan kan ik de video herbekijken als ik hier weer terug wil. Of ja, eigenlijk, ik weet niet eens of het wel nodig was. Om coördinatie bij te houden, aangezien het toch wel heel erg dicht is. Maar kan ik misschien later mee treden. Ja, volgens mij heb ik alles nu dat ik nodig heb hiervan. Dus het was misschien een kort avontuurtje. Maar het was wel de moeite waard. Wat ik nu nog even wil gaan doen is gaan mijnen. We hebben veel meer resources nodig. En waar is de kool? Ik vind het moeilijk om te geloven dat nu al mijn kool allemaal op is. Ah, dan noem maar. Dus we vinden waarschijnlijk toch nog kool als we zo meteen gaan mijnen. Een zwaard neem ik ook mee. Een schep ook, die is wel bijna stuk. Ik ga dus een nieuwe moeten maken. We zitten nu nog in een situatie dat zelfs eieren altijd welkom is. Als ik zo diamonds vind, ik ga die diamonds dan nog niet hakken. Ik wil ze pas hakken als ik fortune heb. Zo krijg ik er gewoon meer. Ik ga misschien eens kijken of er nog wat kool is in die mineshaft van de vorige keer. Van een paar afleveringen terug. Daar zou normaal gezien altijd wel ergens kool zitten. Ja, hier heb ik het al kool. Nu kan ik eindelijk mijn fakkels maken. Level 20 is nu wel heel erg in de buurt. Een schaar meenemen, zodat ik die kopwijp ook maar kan meehalen. Ik kan het ook met een zwaard meenemen, maar dan krijg je enkel maar. Nee. Ik haat die beest in hardcore. Als het goed is, overleef ik dit wel. Oh nee. Ik betwijfel het. Oh, het is toch gelukkig afgelopen met nu met de effect. En hier kunnen ze nog door, dus even goed afblokken. Yay, diamonds! Ik ga ze nog niet hakken, zoals ik al eerder zei. Ik wacht tot ik fortune heb. Maar het is zo leuk dat ik ze gevonden heb. Hier zijn nog eens de coördinaten voor als ik het vergeet.
waar het ook alweer was. Dan kan ik gewoon deze video daar bekijken. Ik wil zien of er nog wat meer Z-diamonds bij zitten. Ja, dat zou het zijn, zeker gewoon 3. Maar 3 is goed genoeg voor mij. Ik zie dan voor me dat er straks zo meteen nog een creeper achter me staat. En dan dat ik mag stoppen. Dat deze serie gedaan zal zijn, of dit seizoen. Ik weet nog niet zeker of ik een tweede seizoen ga maken. Als ik doodga. Oeh, daar is een kistje. Wat is eigenlijk het beste wat je kan hebben? Je kan volgens mij notchapples hebben, is denk ik het beste. Zover ik weet dat die in zo'n kist kan zitten. En in deze kist zit een name tag. Dit is zeker handig, een name tag. Ik kon misschien later een eigen golem farm maken. En daarvoor moet ik ook een zombie een naam geven. Dus zal ik die name tag daarvoor dan gebruiken. Oh jee. Waar zit die skeleton? Daar zo. Gelukkig heb ik mijn schild. En nog een creeper. Ik laat hem gewoon nu exploderen. Sterf, skeleton. Oh, nog eens diamonds. Ja, ik ga toch wel flink wat diamonds mogen hakken. Als ik weer fortune heb. Dus in ieder geval wel een kist. Nog eens een name tag. Ik zie dat mijn inventaris ook stilaan vol begint te raken. Ik ga nu stilaan afleveringen afsluiten. Het zou best kunnen dat we volgende afleveringen niet hier zullen beginnen. Maar dat ik dan even offscreen de weg terug naar huis neem. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij een volgende aflevering. Dus ja, doei doei.